Minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken heeft een nieuwe directeur benoemd voor de Wegenautoriteit Suriname. Shunanda Devi Gopal Rai werd in december 2020 aangesteld als waarnemend directeur van de Wegenautoriteit. En na bijkans 20 maanden is hij gisteren formeel benoemd in de functie. Shunanda Devi Gopal Rai, die sinds 2004 werkzaam is bij het ministerie, heeft in de loop der jaren haar bijdrage geleverd met als het bekleden van verschillende functies op betreffende ministerie. Het geherformuleerde Suriname Midterm Labour Market Policy 2022-2025 werd op dinsdag 13 december door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken gelanceerd. Dit arbeidsmarktbeleid is in het kader van het tweede Decent Work Country Program voor Suriname in samenwerking met de internationale arbeidsorganisatie ILO tot stand gekomen. ILO-director Dennis Sulu beschouwt het gepresenteerde arbeidsmarktbeleidsdocument als een hoogtepunt voor Suriname in het streven naar decent work voor iedereen. Het beleidsdocument ziet hij als een goede houvast voor de sociale partners om vanuit de eigen verantwoordelijkheid decent work te realiseren. Er is meteen een aanvang gemaakt met de volgende fase van het project, dat zich vooral zal focussen op het bevorderen van productieve werkgelegenheid en op een goed ondernemersklimaat voor duurzame bedrijven in Suriname.